uw plaatsen. Persoonlijke recordtijd is wel iets minder geworden. Maar de PR-tijd heeft ze gevolgd in drachten op 5 maart van dit jaar. Suze Kremers in tweede positie nu. En 47. En de derde positie is de derde Silverman, 44. Alina Brink is in baan nummer 4. Zij heeft de beste papieren om de Nederlands een jeugdkampioen te worden. Kijken we naar haar laatste meters, dan tikt zij aan de 2:36.71. Rijm als eerste de tweede tijd bij de muur is er dan voor Hedwig Bond. 2:42.99 in de derde tijd is er dan voor Suze Kremers, 2:43.03. We gaan naar de officiële uitslag en dan weten we ook wie de Nederlands jeugdkampioen is. Bij de dames 200 meter volslag. En dan zien we 2:36.71. Het is allemaal goed gegaan. Uw applaus voor de Nederlandse jeugdkampioene Janila Brink. We gaan verder met serie 5, de snelste serie bij de senioren 1 en 2.